toen was ik natuurlijk Paas op straat weer in Italië, dus stond ze nog. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is dinsdag en ik ben redelijk op orde weer. Een groot gedeelte van de was gedaan na de vakantie. Heel veel opgeruimd. En nu heb ik meer was aangezet en ik ga even wat ontbijten. Dus ik heb van alles gedaan behalve eten, dus dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. En ik ga de dag beginnen met aardbeidjes, dat vind ik zo lekker. Dus... En wat heb ik vandaag aan? Ik ga niet echt zo doen. Ik heb deze trui aan. Hi! Sarah heeft haar eigen styling aan op de achtergrond. En ik weer die broek van Rosner aan. En ik heb nog geen schoenen aan. Ik ben nog thuis. Dankjewel, mop. Mag ik en nu eens even eten. Beetje huisarrest vandaag. Dus ik ga iets doen wat ik al heel lang moet doen. Ik ga mijn make-up stash uitzoeken. Want volgens mij zit er best wel veel... En dan kies wat weg kan. Dus ik ga hem even leeghalen, uitzoeken. Even een handdoekje bijgepakt, want ik zit op bed. Anders ligt het helemaal onder. Dit zit nog helemaal vol. Dat moet ik uitzoeken. En dit heb ik er dan nu uitgehaald. Sommige dingen zitten er echt al zo lang in. Dus er moet echt wel wat weg. En ik ben klaar. Dus de kist nu. Dus een stuk leger. En letten, ik heb zelfs een vakje over. Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ga even kijken. Dit zijn foundations en poeders. Of er iets in dit vakje kan. Hier heb ik... allemaal dingen die ik op voorraad heb. Hier al mijn kwasten, potloden, oogschaduws, blush, mascara's, lipglosses, lipstiften, concealers. Alles weer helemaal netjes gesorteerd. En deze zooi gaat weg. Ook altijd al die kwastjes die je overal bij krijgt. Echt een troep vind ik dat. Dus die heb ik er ook allemaal uitgehaald. Dus dat ruimt wel echt lekker op. En dan ook gelijk mijn nagellakstift. Die heb ik nog langer denk ik niet uitgezocht. Dus ik denk dat die nagellak uitkomt die ik misschien al niet werk of zo. Geen idee. Deze heb ik bijvoorbeeld echt al heel lang. Die zat onderin. Ja, die is echt heel raar geworden. En echt, hoeveel nagelknippers kan een mens nodig hebben? Ik krijg er niet netjes in, maar op zich is die wel beter. Ik heb er heel veel uit. Ik had het net beneden al, of heel veel naar beneden al gebracht. Want dat lekt en dit gaat ook allemaal weg. Het is ook allemaal niet goed meer. Dus dit ruimt ook gelijk lekker op. En gelijk nu even naar de supermarkt, want ik was gisteren wat dingen vergeten en even nog wat make-up erbij halen, waarvan ik toch al wilde, gaat goed, waarvan ik toch al wilde halen. En nu heb ik het uitgezocht, dus nu weet ik gelijk wat ik helemaal wil hebben. Dus dat gaan we doen en gisteren was ik gewoon wat dingetjes vergeten bij de supermarkt en twee dingen waren er niet, dus die halen we ook gelijk even. Ik ben weer thuis en ik ben wel geslaagd. Ik heb twee nieuwe mascara's, want ik heb er één en die is bijna op en ik vond elke keer mascara te halen. Ik moest een nieuw sponsje en die ik normaal heb, die hadden ze niet, dus ik ga deze dan maar proberen. Ik ben heel benieuwd of het wat is. Ik heb nog nooit van Kruidvat eigen merk sponsje. Ik zag deze en die kon ik eigenlijk niet laten liggen. Horloge van Supertrash. En ik wilde al slippers hebben voor bijvoorbeeld naar het zwembad of zo. Dan moet ik elke van die stomme hoesjes om mijn schoenen of blote voeten. Maar dat is best wel vies daar. Dus ik denk, dit is wel even makkelijk voor in het zwembad. We hebben net gegeten en ik heb echt opruimen te pakken. Ik heb nog wel meer dingetjes uitgezocht. Dus we gaan nu even de paasboom halen. Het was natuurlijk paas op straat weer in Italië, dus stond er nog. En eigenlijk vond ik het eerst wel gezellig, maar nu het moet allemaal weg. Dus... En dan kan ik dat kastje daar weer anders indelen en sowieso. Dus Sarah die trok pas het deurtje kapot en dan kunnen we niet maken. Dus we moeten andere kast eigenlijk gaan halen, maar... Ik wil zoveel anders hier in de kamer en ik weet nog helemaal niet wat ik wil. Dus ja, om dan weer een kast te gaan halen. Terwijl ik die eigenlijk dan gelijk weer weg doe. Daarna, misschien. Ik vond die echt anders. We gaan even dit nu doen en dan ga ik daar even kijken wat ik met de kast van nu ga doen. Nou, de kast is ondertussen nu leeg. Ik weet niet wat ik er momenteel op wil zetten, dus ik laat hem voor nu ook gewoon leeg. En nu even editen. Ik heb de meeste van de Italië vlogs wel online, maar later moet er nog online. Dus sowieso één, misschien als het lukt, twee vlogs zo even editen. Dekje erbij, het is echt koud. Het is echt stom weer.
Maar goed, die even online zetten vast. En ik loop nu 2 dagen voor. En ik wil eigenlijk proberen dat ik altijd wel bijna een week voor loop. Dat is wel prettig. En... dus dan moet ik dat even inhalen en dan komt het goed. Ik ben echt mijn camera aan het zoeken om mijn beelden in te gaan laden. En die heb ik in mijn hand omdat ik tegen de camera zit te praten. Echt heel slim. Dus ik ga dat nu even doen. Vlog staat er weer op, dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en natuurlijk een duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!